Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik sta momenteel in GymXL en wij gaan een onmogelijk parcours doen. In ieder geval, ik hoop dat die onmogelijk is. Wat we gaan doen als volgt is, we gaan een parcours afleggen waarbij we eerst over de oneindige muur gaan proberen te springen. En daarna springen we naar beneden in de Doomsvalkuil. Daarna gaan we door en klimmen we onder de stalen brug door. Dan springen we door Mushroom Kingdom. Daarna moeten we met de tollende kei naar de trampolinewereld zien te komen. En vanaf daar maak je je weg af naar de grote muur van GymXL. En dit parcours ga ik natuurlijk niet alleen afleggen. Dit parcours ga ik afleggen samen met 3 deelnemers. Mijn naam is Abraham Link. Hoi, ik ben Boas. En waarvoor denk je dat je hier bent? En ik kom hier voor een video van Mees. En wat denk je dat je in mijn video gaat doen? Salto's in GymXL. En de video stopt als die afgelopen is. Oké, en hoe ga je daarop voorbereiden? Niet, want we weten niet wanneer de video stopt. Hij stopt gewoon als hij afgelopen is en we kunnen daar helemaal niks aan doen. Nou, wat is jouw naam, Jendor? Jendor. En waarvoor ben je hier? Voor jou, Mees. Wat denk je dat je gaat doen? Ik denk dat we van de ene kant naar de andere kant moeten gaan. Oké, en hoe heb je je daarop voorbereid? Ik heb mijn schoenen aangetrokken. Lijk ik op een 4-jarig kind? Hoi, ik ben Jana. Ik ben goed in turnen. Ik denk dat dat voordelen heeft. Ik denk dat ik heel goed voorbereid ben. Ik ben Mees. Dit is natuurlijk mijn video. En wat wij in mijn video gaan doen is het volgende. We hebben een parcours van A naar B wat extreem lastig is. Ik heb vandaag 3 deelnemers die het allemaal gaan proberen. En wie het binnen de snelste tijd voltooit, die wint maar liefst 100 euro. Dan moet ze natuurlijk wel sneller zijn dan dat ik ben. Die deelnemers zijn natuurlijk nog niet warm. Dus we gaan eerst eventjes een warming-up ronde doen. Zij denken alleen dat dat de echte challenge is. Maar de echte challenge is pas daarna. Oké, okay, let's go! Go, 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 go! Niet de grond raken, hè? Wow. Niet op blote voeten. Ah. Ja, Oké, we gaan naar de trampoline. Oh. Holy shit, gast. Dan moeten wij dicht bij elkaar zitten. Oké. Ja, we gaan daarheen. Deze is er nooit. Zie dit bewegen. Weet te veel. We mogen niet afgaan, ik ging nou hierheen. Waar ga jij mee? Ja, want dat is fijn, wil je zeggen. Wij kunnen gewoon hier en dan uit het blok. Wacht, ik kom bij jullie. Mees, wat doe jij? Ik ben een legend. Oh, zo. Jij stond erop, zei je. Waar willen we hem hebben? Dan hier zo ongeveer? Daar zo. Jongen, daar kan ik toch niet bij? Ja, hangen en doen met iets. Ja, lache. Oh. Maar ik kan niet zo ver, jongens. Nee. Nu wow! Heeft... Ik bak in je hoofd. Ja, top. Ja hoor. Ja bro, en nu dan? Ik kan hierop zitten en dan pak ik die springplank, leg ik die daar neer. Waar ga je naartoe vanaf daar? Van naar die andere. Oké. Komt ie. Ik hang, ik kan hierop terug, jongens. Ik kan dit niet. Iemand moet mij helpen, ik kan niet verder. Kom terug. Dat kan niet, Jendor. Ik ben klimmen, jongen. Auw, Jendor. Oh, dit kan wel, dit kan wel. Wow, Mees, Mees. Bro, ik ben een fucking legend. Oké, ik hoop dat ik niet val. Het is gelukt. Oh! Wat een flip! Dat was toch een team effort? Ja, het is geen totaal team effort. Ik hou jou vast en dan kan je hangen. Deze kunnen we toch pakken? In de andere hand, die stoel. Je moet even die stoel pakken. Ja. Hier, kijk, zo. Wacht, ik heb een idee. Kijk. Zo en dan zo. Poing! Ik vind het toch ver! Omhoog! Ik help je wel. Dank je wel. Nice, dat was de video. Vonden jullie het leuk? Laat dan hier beneden weten en dan zie ik je bij de volgende video. We hebben het later! Wacht, ik help je wel even. Kom maar. Veel support. Kom maar, help je wel. Ja, ik zal het aan. Hij gaat naar de volgende baan. Oh.
duw hem wel weg. Nou, we hebben het gehaald. Dat betekent dat we de warming-up hebben gehad. Nu is het tijd voor het echte parcours. Huh? Na de warming-up komt natuurlijk het echte parcours. En dat gaan we nu doen. Was dit de warming-up? Jij bent echt, stom. We gaan het doen! Ik sta momenteel op het startpunt. Ik ga het zelf natuurlijk ook proberen. En voor mij gelden de volgende regels. Hou ik het wel, dan is het mijn tijd die ze moeten verbreken. Hou ik het niet, moeten ze verder komen dan waar ik gefaald ben. Laten we kijken hoe ver ik kom binnen één poging. 3, 2, 1, start! Go. Ik ben helemaal gesloopt. Dit was oprecht veel moeilijker dan ik had verwacht. Ik ging ook bijna af. Ik had geluk dat ik hem zo ver deed dat ik de trampoline nog kon aanraken. Ik heb het gehaald. Wat was mijn tijd, Bo? Die tijd was 1 minuut en 12 seconden. Oké, dus dat betekent de deelnemer die het in een snellere tijd doet dan 1 minuut en 12 seconden, die wint 100 euro. En als je het dus niet haalt, binnen één poging, dan heb je dus sowieso verloren. We gaan de deelnemers even bijhalen. Kijken wie als eerst mag. Ik sta hier momenteel naast Boas, Jendor en Jana. En deelnemers, hier achter jullie zien jullie het echte parcours. Dus jullie mogen van mij weten wat mijn tijd was. En dus de tijd is die jullie moeten verbreken voor die 100 euro. 1 minuut 17. Wacht, 1 minuut 12. 100 euro? Ja, als je wint, sneller bent, krijg je 100 euro. Dan wil jij best. 1 minuut 12. Steenpierschaar, de verliezer moet als eerst. Nou, Jana mag als laatst. Wie gaat er als eerst? Boas, als allereerste gaan beginnen. En de sokjes gaan al uit. Ja. Boas, ik wens je heel veel succes. Heb je nog een tactiek nu je eindelijk wel weet wat je gaat doen? Sneller dan 1 minuut 12 zijn, dat is mijn tactiek. Oké, en niet vallen, hè? Niet vallen, niet vallen. Dan telt hij natuurlijk niet. Voor je enige poging om je leven te veranderen. Hoe vaak heb jij het geprobeerd? Ook maar één keer? Eén keer. Ready? Ja. 3, 2, 1, start! Oeh, goed. Hier mag je wel op, hè? Ja. Goed, 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 goed. Drop, kom maar erop. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Plank. Paddenstoel. Paddenstoel. Kom maar, kom maar. Ja, nog een keertje. Lekker. Spring, spring. En door. En raak de rode blok aan. Rode blok aanraak voor je tijd. Stop. Oh. Die paddenstoelen schuiven wel. Daar moet je even mee uitkijken. Oh. Heel goed gedaan. Dat kan ik je alvast vertellen. De tijd komen jullie ook pas achter op het eind. Oké, Jendor. Ik wens je heel veel succes. Heb je nog een tactiek? Ja, gewoon zo snel mogelijk. Je tijd begint in 3, 2, 1. Ah! Dat is een soort van. Nee, ik raak hem niet aan. Oh, ik moet er wel aan, maar ik ben niet mee. Midden. Ja, omdraaien. Goed, goed. Ja. En omhoog, zonder de grond te raken. Omhoog, hè, omhoog. Gebruik die armpjes. Lekker hoor. Je kan het, Jendor. Je kan het. Maar niet sneller dan ik, hè. Springen. Ik had verwacht dat dit ging gebeuren. Dit had ik verwacht. Dat iedereen zeg maar ergens ging falen. Omdat er zit best moeilijke dingen tussen. Boas heeft geluk dat het moeilijkste onderdeel geoefend heeft. Ja, dit heb ik vroeger heel vaak hier gedaan inderdaad. Ja. Ja, maar echt. Helaas, spijtig. Je was goed onderweg. Je zat op 36 seconden. Dus als je deze had gehad... Ik denk dat je best wel een kans had om het te verbreken. Ja. Dat betekent dat Jendor sowieso niet die 100 euro heeft gewonnen. Nee. Jana,
De laatste deelnemer. Ja. Ik wens je, heb je nog een tactiek? Het einde halen. Dat zou wel heel nice zijn. Ik zou wel je sok uitdoen. Ja? We gaan naar het beginpunt en we gaan kijken of zij de challenge wel kan volbrengen. Jana, ready? Ja. 1, start. Niet de blauwe raken, hè? Dan ben je af. Netjes. Hockey on the ball. Oeh. Gaat goed. Ja, het matje. Ja, matje, matje. Omdraaien. Dit kan je. Aapje, snel. Dit kan je. Dit is een gymdocent. Ja. Opleiding. Oh, ze gaan de andere kant op voor de verandering. Oké, mooi. Plank. Deze sprongen zijn heftig. Maar je kan ze wel. Maar niet vallen, hè. Je kan ze. Niet vallen. Oh. Lekker. Oké, neem je tijd, hè. Meer dan mijn tijd. Oh. Nee! Nee! Waarom is dit zo moeilijk? Hij wordt ook weer gekild door dit blok. Dat was echt een moeilijke. Ja, maar wij hebben het vroeger niet geoefend, hè? Ja, Boas? Ja, ik kan er toch niks aan doen dat ik het geoefend? Toch gun ik jou die 100 euro. Ik ook. Krijg jij van mij een McFlurry. Jij ook. Zo gefeliciteerd. En je kan ook wel een beetje inschatten, toch? Ja. Volgens mij was Boas. Hoe snel denken jullie dat Boas was? Sowieso snel, hè? 1 minuut 3. En jouw tijd was 1:12, toch? Ja, 1:12. Ik denk 58 seconden. Oh, ik denk 56 seconden. Oké, nou jullie hebben het allebei fout. Het was meer. 1 minuut 3 dacht ik. Oké. Nou, dan zit jij best wel dicht in de buurt, want het was minder. Minder dan 1 minuut 3? Ja. 1 minuut? 1 minuut 1. Gefeliciteerd. Dank je wel. 1 minuut 1. Het was echt nice. We hebben allemaal het parcours geprobeerd. 1 poging en er was een duidelijke winnaar. En dat was natuurlijk Boas. Applaus voor Boas. Woehoe! 100 euro rijker. Nodig. Ga jullie mee naar de McDonald's? Ik denk van ons allemaal hier dat jij het meest nodig hebt. Ja, want mijn tank was leeg. Jendor, Jana, heel erg bedankt voor het meedoen. Jullie hebben ook gestreden. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Willen jullie dit nou nog een keer zien, maar dan nog extremer? Met nog meer deelnemers en met een nog grotere prijzenpot? Laat dan zeker even een like achter. Vergeet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. Deze maand gewoon weer elke week video's. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Check ook deze mensen uit. En dan check jullie zoals altijd bij een volgende video. Later! Eigenlijk moet je gewoon doen dat je mag vallen en dan nog een keer mag. En dan kan je een hele lange video maken van 7 uur. En dan ga ik gewoon de hele tijd vallen.